welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een spons uitproberen, de Super Spons. Het is echt een super spons, kennelijk zo heet hij ook echt, Super Spons. Dit is een soort van beauty blender, maar anders. Ik bedoel van, wij kennen allemaal de beauty blender. Er zijn nou 358 dupes van de beauty blender. Er zijn nou heel veel make-up sponsen op de markt. En ik kreeg een e-mail of ik deze super spons wilde proberen. Toen heb ik die opgestuurd gekregen. Ik hoefde verder geen video erover te maken of wat dan ook. Ik mocht hem gewoon gratis hebben en meer niet. Maar ik was zo intrigued dat ik dacht, ik ga dit gewoon proberen hier in een video samen met jullie. Want dan kunnen we gewoon met z'n allen kijken wat we ervan vinden. En dit is dus kennelijk echt een hele speciale spons. We gaan het er zo meteen verder over hebben in een video. Ik probeer niet echt heel vaak nieuwe beauty blenders. De gewone echte beauty blender is sowieso echt nog een van mijn favorieten. Echt in mijn top 2. Want er staan er 2 op 1. Mijn NYX spons staat ook op 1. Dus die 2 staan er op 1. En ik ben benieuwd of de super spons die 2 van de troon kan afgooien. Dus ben jij net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Oké, dit is dan de spons. Hij heet letterlijk Super Spons. Dat vind ik wel echt een hele leuke naam. Je had hem in 3 kleuren. Je hebt een roze, die heb ik. Je had groen en je hebt paars. Maar ik hou van roze, dus obvious ben ik gegaan voor roze. Ik vind de verpakking ook echt super cute. Ik ga hem even eruit halen. En dit is dan de spons. Hij heeft 2 kleuren. Onderop is het wat lichter en de rest is gewoon roze. En je hebt ook dit houdertje, of hoe ik het ook moet noemen. En dit is handig, want dit is niet alleen de verpakking. Het is ook echt oprecht de sponshouder. En je kunt hem dan gewoon zo leggen op je bureau en gewoon zo bewaren. Dat vind ik wel echt super, super handig. Ik ga even naar hun site voordat ik weer ineens allemaal shit vertel wat helemaal niet klopt. Supersponge.com is gewoon de site. Heel makkelijk. Er staat ook echt zo op, the most advanced spons. Ik ben heel erg benieuwd. Wat is nou zo speciaal aan de spons? Ik denk dat we allemaal de siliconen spons kennen. Van een aantal jaar terug was het helemaal een hype. Ik had hem ook in een video geprobeerd. Echt in het begin van mijn kanaal. Dat was echt like video 3 of 4 of zo. Toen was ik nog echt zo'n guppie. Ik en menig ander vonden die echt totaal niet fijn. De siliconen spons was, het was even een hype, het was even een ding. Maar ik denk dat we can all agree dat het niet echt handig was. Want hij bracht echt helemaal niet fijn aan. De hele bedoeling van zo'n siliconen spons was dus dat hij geen product opzuigt. Wat ook klopt, er gaat geen product in. Alleen hij brandt. Alleen hij brengt echt totaal niet fijn aan. Deze spons is dus speciaal, want zoals je kunt zien is het gewoon een normale spons. Hij voelt niet heel anders aan. Alleen binnen in de spons zit een siliconenlaag. En door die siliconenlaag zou het dus moeten betekenen dat deze spons een heel stuk minder product opzuigt. En dat is ideaal, want dan gaan je make-up producten echt veel langer mee. Want hoe meer die opzuigt, hoe meer je moet gebruiken, hoe sneller je make-up opgaat. De onderkant heeft dus een andere kleur en dat is dus omdat die siliconenlaag die in de rest zit hier beneden niet zit, waardoor het water, want je moet hem nat maken zoals een normale beauty blender, dan kan het water en alles er gewoon nog uit. Dus vandaar dat je ook zo 2 kleurtjes hebt, zodat je dat kunt zien. Hij voelt wel, je voelt de siliconenlaag een beetje zitten. Ik wou maar dat ik hem jullie kon laten voelen, maar hij voelt op zich gewoon normaal aan. Hij ziet er ook gewoon zo uit als echt gewoon een doodnormale beauty blender. Alleen hij voelt wel echt heel anders aan. En de 2 kleuren voelen ook allebei anders aan. Ze hebben ook een hele videootje staan op de site. Ik breng hem in beeld waarin ze laten zien dat de spons echt veel minder oppakt dan een normale spons. Oké, ik heb hem dus gratis gehad. Maar als jij hem gewoon bestelt op de website, hij is 20 euro. Even duur als de beauty blender. Je betaalt geen douane, want douane betaal je alleen maar van product van minimaal 22 euro of meer, dus zonder verzending. Dus het product moet 22 euro zijn of meer, dus je bent daar net onder. Dus je betaalt geen douane. Omdat het helemaal naar Nederland toe moet komen, betaal je verzending van $7. Dat is ongeveer 6 euro. In totaal betaal je dus voor verzending en de spons afgerond $27. En dat is dan afgerond ongeveer 25 euro. Dus je betaalt 5 euro meer dan de beauty blender, puur alleen door de verzending. Vind ik die 5 euro extra waard? Ik ben echt heel blij met de beauty blender. Die is gewoon hier te koop voor 20 euro. Ik vind het wel duur voor een spons. Maar ik vind hem waard, want ik vind hem heel goed. Ik heb ook onlangs mijn NYX spons ontdekt. Die is slechts 8 euro. En die vind ik echt amazing.
Dus voor 5 euro meer dan de Beauty Blender moet ik zeggen dat die echt heel geweldig moet gaan zijn. Vooral omdat ik nou ook mijn NYX spons heb voor maar 8 euro. Dat is echt een super groot verschil. Dus ik hoop dat hij echt doet wat hij zegt dat hij doet. Ik hoop echt dat hij niet veel opzuigt. Want als je dat niet doet, dat maakt het wel waard. Want dan gaat je make-up gewoon veel langer mee. En dat scheelt je ook weer geld. Voordat ik begin, ga ik beginnen met het primer van mijn gezicht. En ik gebruik mijn NYX Honey Dew Up Primer. Dew me up, niet dew up. Je hebt by the way ook een speciale manier van hoe je hem moet wassen. Dat ga ik even zo vertellen. Oké, je moet hem dus gewoon voordat je hem gebruikt nat maken onder de kraan zoals met een normale beauty blender. Alleen als je hem squeezed moet je het water van onder eruit laten squeezen. Dus je squeezed zeg maar zo, dat het water zo van onder uit komt. Want hier is die siliconenlaag niet en hier wel. Dus hier komt het er niet goed uit. Dus je squeezed dan zo een beetje omlaag. En als je je make-up aan gaat brengen moet je het ook weer niet doen met de onderkant, maar met de hele andere kant. Want hier is die siliconenlaag. Dus als je daarmee aanbrengt, dan wordt er bijna niks opgezogen, staat hier op de site. Als je hem erna weer schoonmaakt, maak hem schoon met een bar of soap. Dus echt zo'n zeepblokje. Niet met liquid zeep. En als je dan helemaal onder de zeep zit, dan heb je deze handige scrub dingetje. Deze is echt super handig. En je kunt dan gewoon zo de spons hierop schoonmaken. Een beetje zo scrubben. Niet te hard, gewoon zachtjes. En dan is hij helemaal mooi schoon. Dus dit ding is super handig. En hij houdt hem zo vast. Oh, zo. Ik ga hem even beneden nat maken onder de kraan. Moet ik het helemaal naar beneden. Oké, daar ben ik weer. Hij is helemaal nat. Hij is niet super groot, maar wel echt een stukje groter. Wat me ook echt opviel met het wassen was echt dat het water hier onderuit kwam. Dus ik maakte hem nat. Ik squeezed zo. En je zag hem helemaal zo. Dat is wel echt grappig. Hij voelt echt super weird aan. Maar goed, ik ga hem gebruiken. Welke foundation ga ik gebruiken? Ik ga voor mijn Benefit Hello Happy in de kleur 6. Dan breng ik het gewoon hierop aan. Gewoon hoe ik normaal zou doen. Ik weet niet of ik nou minder moet gebruiken, maar het zal me wel. En dan breng ik het gewoon helemaal aan als hoe ik normaal zou doen. Hij zuigt inderdaad een stuk minder op. Je kunt ook zien dat je het gewoon eraf veegt zo. Kijk, je kunt het gewoon letterlijk eraf vegen. Het is er helemaal niet ingegaan. Het blijft er een beetje zo op zitten. En ik merk ook dat ik nou te veel heb aangebracht. Terwijl normaal is het gewoon precies wat ik doe. Gewoon één pump hier, eentje hier en eentje hier. Maar dat heb ik nou ook gedaan. Maar ik merk wel dat er nou echt meer zit op mijn gezicht als normaal. Dat is in principe gewoon iets goeds. Je moet dan echt minder gebruiken. Dus tot nu toe gaat het goed, jongens. En dan pak ik maar een heel klein beetje nou voor hier. Nou, ik zie zeker wat ze bedoelen. Mensen, kijk even. Hè. Hier is dus die hele laag en hier beneden niet. En je kunt zien dat het hier best wel veel opzuigt. En hier helemaal niet. Hier zit gewoon bijna geen product. Focus, ja, kijk. Zie je echt het verschil? Er zit hier gewoon bijna geen product en hier superveel. Dus, wauw. Het doet echt wat hij zegt. Hij pakt echt bijna niks op. Mijn gezicht ziet er gewoon helemaal top uit. Het is allemaal mooi ingeblend zoals ik gewoon normaal gewend ben van al mijn blenders. Je moet dus wel echt een stuk minder product pakken. En ik ga ook cream contour ermee blenden. Van Juvia's Place heb ik hier hun stick. Dit is in de kleur Jacmel. Die is mooi bronziebruin. Is een beetje een cream bronzer slash contour. En dan ga ik alles blenden met de spons. Ik pak even de andere kant. En dan begin ik met de contour. Ja, ik heb nou ook weer veel te veel concealer aangebracht. Ik heb het er net over dat je minder product moet aanbrengen. Vervolgens breng ik gewoon weer een ton concealer aan. Oh my god. Met de concealer is hij ook een beetje plakkerig. Als je het zo blendt, je voelt hem zo plakken aan je huid. Maar op zich zie ik niks veranderen in mijn gezicht. Het is niet dat hij de make-up er weer afhaalt of zo. Oeh, ik zie hier heel goed mijn poriën. Oh mijn god, dat heb ik normaal niet. Mensen, kijk even dit. Dit gebeurt normaal helemaal niet. Kijk hier helemaal. Misschien is hij weer te droog of zo. Moet ik hem nat maken? Ik ga hem even opnieuw nat maken. Oké, ik heb hem weer even nat gemaakt. Ik ga even verder met blenden. Mijn favoriete Amerikaanse beauty vlogster Tati heeft deze spons ook echt jaar terug of zo, echt al wel even terug, ook getest op haar kanaal. En zij vond hem goed. Ik weet nog dat ik het toen had gezien. Ik weet niet meer echt precies wat ze er nou echt van vond. Ik weet alleen, ze vond hem goed. Maar ik denk dat ik haar video even opnieuw moet gaan bekijken, want ik vind hem niet zo fijn. Mijn gezicht is nou echt een plamuur, maar dat ligt echt aan mij, want ik heb veel te veel aangebracht. Je moet echt veel minder aanbrengen.
Maar hij blendt ook niet zo fijn. Kijk hier mijn neus. Kunnen we het zien? Ik hoop dat je het een beetje kunt zien op beeld. Dit gebeurt echt nooit wanneer ik gewoon mijn beauty blender gebruik of gewoon mijn NYX spons. Ik heb ook nou hier echt mega grote poriën. Daar ben ik ook niet zo van gediend. Dat heb ik normaal ook echt helemaal niet. En als ik dan weer erop ga om weer een beetje te blenden, blendt het niet meer echt weer goed. Het is gewoon klaar. Het is nou gewoon dit en klaar. Oh mensen, hier ben ik niet zo blij mee. Kijk ook hier. Kunnen we het zien jongens? Ik moet wel zeggen, hij zuigt inderdaad echt niks op. Dat is wel echt top. Maar ja, als je niet goed blendt, wat heb ik er dan aan? Alles voelt ook een beetje plakkerig. Ik pak heel even mijn NYX Cosmetics spons. Ik ga er even overheen om te zien of hij een beetje alles kan fixen. Nou, die spons heeft het wel een beetje soort van weer kunnen fixen. Maar ja, het blijft gewoon een mes. Het is gewoon niet zo mooi. Ik ga heel even iets meer concealer aanbrengen. En dan weer met die spons blenden. Oh, hij plakt echt helemaal. Kijk. Ik ga het gewoon weer even blenden met mijn NYX spons. Want ja... Ik moet zeggen, misschien vind ik het wel fijn dat mijn beauty blender het een beetje opzuigt. Want doordat dit ding het echt helemaal niet opzuigt, heb ik het gevoel dat hij het niet mooi blendt in de huid. Zeg maar, met mijn gewone blender pakt hij wel een beetje op. Het is sowieso niet heel veel. Hij pakt niet heel veel op. Maar als je dan alles blendt, drukt hij het echt mooi in de huid en wordt het mooi smooth. Terwijl dit wordt helemaal plakkerig. Het zit allemaal nog echt op de huid en het wordt niet mooi smooth. Ik weet niet, ik denk niet dat dit echt mijn ding gaat zijn. Vooral niet voor 25 euro. Ik verwacht echt dat alles perfect zou zijn. Ik ga heel even mijn gezicht afmaken. Terwijl ik dat doe, ga ik ook heel even snel de video bekijken van Tati. Even zien wat zij erover zei. Misschien doe ik iets niet goed of weet ik het. En dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké mensen, ik ben er weer. Ik heb een hele makkelijke basic back to school look gemaakt. Ik ben weer helemaal hem gegaan voor de gram. Deze look staat op Instagram met een videootje erbij met hoe ik het heb gemaakt. Wat heb ik op mijn lippen? Essence This Is Me lipstick. In de kleur 5. Deze is heel mooi mauve nude-achtig. I love it. En het paletje die ik heb gebruikt is dit pizza paletje van Glam Light. Het is gewoon net een echte pizza. Is dit niet echt gewoon te cute? I love it. Oké, mijn gezicht is helemaal af. Ik ben niet zo blij met de spons. Ik heb net 3 YouTube video's gezien over deze spons. Alle 3 waren vrij positief. Ik ben denk ik de enige die niet zo blij was. Wat ik wel heb gezien, ik heb even naar beneden gescrollt bij de reacties bij de video van Tati. En een heleboel van jullie waren het met mij eens. Het bracht niet fijn aan. Iemand zei ook van dat het haar opviel dat Tati de spons na die video ook niet meer heeft gebruikt. Dat is niet per se heel raar. Ook al vindt ze het oprecht goed, omdat zij dus heel veel make-up test en zo, is het gewoon vaak dat je iets, ook al vond je het goed, niet meer echt gebruikt. Maar het was wel iets wat mij ook wel opviel, want wanneer ik iets echt goed vind, dan ga je het waarschijnlijk nog wel een aantal keer zien in mijn video's. En als je het echt niet meer ziet, dan vind ik het misschien erna niet meer zo goed. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik iets goed vond in een video en erna vaker gebruikte en niet meer zo goed vond. Dus ik weet niet wat er verder aan de hand is, maar ja, ik ben niet zo blij met de spons. Hij is niet de 25 euro waard. Wij moeten dus iets extra betalen. Maar ook al hoefden wij maar 20 euro te betalen. Ik vind de normale beauty blender beter. Ondanks dat hij meer make-up opzuigt. En ik vind de NYX spons van 8 euro ook beter. En die zuigt ook niet heel veel op ofzo. Het is niet dat die andere 2 drastisch veel make-up opzuigen. Dus ja, dat is een beetje wat ik ervan vind. Nou mensen, dit was dan de video. Helaas, het begon heel enthousiast. Ik had echt grote verwachtingen. Ik was er eigenlijk al soort van overtuigd van dat ik hem goed ging vinden. Maar ja, echt met die concealer. Het was echt een mes, jongens. Dit kan echt niet. En ik ben nou ook niet zo blij met hoe mijn gezicht er hieruit ziet en zo. Ja, het is niet echt mijn fave. Ik hou het gewoon bij mijn beauty blender en mijn NYX spons. Ik gebruik de beauty blender nou ook nog amper sinds ik mijn NYX spons heb. Ik vind ook de Queen Tarsi spons vind ik ook heel fijn. Maar ik hou altijd gewoon van die ei-achtige shape. Ik ben niet echt zo van dit. Want dit vind ik altijd een beetje een gedoe en zo. Ik weet niet waarom, maar ik vind hem wel gewoon fijn. Hij weegt gewoon helaas niet op tegen al mijn andere sponsjes. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. Aangezien we nou in huis zitten en niks te doen hebben. Ik plaats ook hier mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!